Het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, heeft momenteel een tekort aan reguliere paspoorten. Dit zegt CBB-directeur Dennis Menso. Hij geeft aan dat er momenteel alleen zakenpaspoorten te verkrijgen zijn voor personen die dringend moeten vertrekken. Menso zegt dat het wel vaak voorkomt dat mensen hun paspoort laat aanvragen. Hij legt uit waarom het zakenpaspoort als alternatief wordt aangeboden. De reguliere paspoorten die men dan maakt, die zijn minder. En op basis daarvan worden ze zo makkelijk uit te geven. En die paspoorten zijn in voorraad. En dan geven we mensen wat zakenpaspoorten. Ik hoor heel wat commentaar van derden dat door de afwezigheid van die reguliere paspoorten met elkaar reizen. Ik heb nooit gehoord of nergens gehoord dat mensen niet weg kunnen gaan omdat er geen paspoorten zijn. We zijn nu ook het laatste in transitie. We proberen, we gaan verbeterde situaties doen, hopelijk met, zoals met de EID, met paspoorten en een paar andere dingetjes. En je kunt begrijpen dat wanneer je in transitie bent en dat je wat turbulenties krijgt, als je gewend bent om een bepaalde kant op te gaan en je gaat de andere kant op, dan krijg je wat turbulenties. En die turbulenties heb je ook bij ons. We hebben, het heeft ook te maken met het financiële aspect, die inmiddels deels is opgelost en nog verder moet worden opgelost, waarbij je bij mondjesmaat je paspoort krijgt. Maar we proberen een stukje ordening daarbij te brengen. En dat is nu het geval. Menso geeft verder aan dat een zakenpaspoort inderdaad 200 SAD duurder is dan een regulier paspoort. De CBB-directeur benadrukt dat aan de reisbureaus is aangegeven dat wanneer mensen een reis boeken, al hun stukken in orde moeten zijn. En je kan pas reizen als je paspoort in orde is. En wanneer je pas ga je het aanvragen en dan pas ga je reizen. Je hoort mensen die heel hard schreeuwen, en moet omgekeerd zijn, is naar het reisbureau gegaan, daarin zei ik moet een paspoort hebben binnen 2 weken, dat is dat ding. En als je op reis gaat, dan maak je een budget. En dan ga je ook, kom je bij ons en dan weet je luisteren, die regulier, daarvoor ga je, ik moet reizen, het gaat me 200 extra maken. Dan ga je een beetje spelen. Als je het doet voor de gezelligheid, heb je daarbij een stukje budget. Ik ga niet u voorschrijven hoe je financiën moet regelen. Maar is 200 gulden meer? En ik ga je zeggen, voor sommige mensen is het erg veel geld. Erg veel geld, dat gaan we niet ontkennen. Maar het is omdat het erg veel geld is. En nu moet je letten op elke cent die je uitgeeft. Wat heel goed is voor de economie. Toch? En dan ga je het heel en doelmatig besteden. Dan ga je dat ook doen, want dat is erbij komen kijken. Dat was Dennis Menso, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. We spraken hem naar aanleiding van het tekort aan reguliere paspoorten. Personen die dringend moeten vertrekken, wordt een zakenpaspoort aangeboden.